En je zit erin, we zitten 1-1 voor VHK. Een hele aardige stand op het scorebord van 1 tegen 2, 71 minuten de voetbal. Ton, derde competitiewedstrijd, VHK Lutten. Eerste helft. Hoe heb jij die ervaren? Ik denk dat we goed begonnen. We hadden best wel wat druk op hun, konden de druk er ook ophouden. Op een gegeven moment zie je dat we wat terugzakken. De ruimtes waren wat groter, denk ik, waardoor we het voornamelijk op de midden lastig hadden. En als hun op de midden aan de bal zijn, konden ze draaien, waardoor ze ook hun voorste mensen weg konden steken. Nou ja, uiteindelijk ga je met 1-0 de rust in. Daar waren we best wel blij mee. Ik bedoel, ik denk... Ik had ook wel gevoel dat er op een gegeven moment in de eerste helft bij sommige spelers een beetje frustratie onderling was. Of zag ik dat verkeerd? Ja, ik denk niet zozeer frustratie. Alleen ik denk dat... Ik bedoel, vooraf maken we afspraken dat we het veld kleiner houden. Omdat wij het beste zijn wanneer we alle linies kort op elkaar hebben. Dan kunnen we elkaar helpen. En je ziet naarmate de eerste helft vordert dat de ruimtes weer groter worden. Waardoor wij minder dan onze kracht komen te spelen. En ik weet niet zozeer of frustraties zijn. Maar ja, dan heb je soms wel eventjes nodig om weer... Om ervoor te zorgen dat het weer wat dichter bij elkaar komt, zodat we het als team weer wat makkelijker krijgen. Ja, dan ga je 1-0 de rust in. Dan hebben we meestal 4K na de rust denk je van, dat komt goed. Binnen 3 minuten heb je de 1-1 om de orders. Ja, klopt. Een lange bal van hun. Geen druk op de bal. Die spits is erdoor, die maakt hem af en dan sta je 1-1. En ik denk dat gezien het spelbeeld op dat moment ook wel terecht was. Dan komen we op 2-1. Ik denk dat we naarmate de tweede helft vorderde wel weer wat druk op kregen. Hun bleven wel gevaarlijk, voornamelijk met van die lange ballen eroverheen, met snelle mensen voorop. Hun sterke spits die ook veel verlengt. Maar we kregen wat meer druk, vond ik. Alleen, ja, het was nog niet zeer overtuigend. Dus dan is het lekker dat je op 2-1 komt. Ja. Ja, en dan kom je 2-1 en denk je van, nou, we trekken hem over de streep. Hè, we gaan erop en erover. En dan valt hij weer net goed. Ja, dat klopt. Nou ja, ik denk ook dat het voornamelijk bij ons... Mijn man die maakt hem, ik sta net niet goed, waardoor hij via hun spits komt hij bij hun 10. Ja, die jongen maakt hem goed af. Dat zei 2-2, nou, dat is best wel een domper. Ik denk wel dat we daarna wel op zoek zijn blijven gaan naar die winnende. Nou ja, dan maakt Mark hem met het hoofd na een goede bal van Arjan. Nou, ik heb nog niet vaak zien scoren, maar goed moment. Het was een schitterende kopbal. Hè? De kleinste man die als in die 16 stond en hij torende er bovenuit en die knikte mooi even in de hoek in. En dan, het is een verdiende overwinning. Hè? Anders hadden we onszelf gewoon echt tekort gedaan vandaag. Ja, nou, ik denk dat in het veld voelt het wel ook wel als gelijkwaardig. Alleen als er een ploeg had moeten winnen, dan denk ik wel dat wij de verdiende winnaar waren inderdaad. Nou, dat heb je goed gezien, want het was veel spel van VHK was gewoon wat verzorgder dan van Lutten. Ja, nou eens. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Succes volgende week. Dankjewel. Thuis, derde competitiewedstrijd. Zelfde opstelling, beginnen als vorige week, links voor. Hoe beleefde jij de eerste helft? Ja, hoe beleefde ik de eerste helft? Weer snelle man bij me. Moest veel uit de eigen actie weer erlangs of middenveld zoeken. Maar het was wel weer was een pittige eerste helft. Creëerde niet extreem veel, kon gelukkig wel 1-0 voor. Maar of het terecht was, dat is mij een twijfelgeval. Nou, dat ben ik niet mee eens. Ik vond VHK de eerste helft gewoon voetballend verzorgder ook. En op een gegeven moment, ik had wel een ding, vorige week ik zie voetballen, vond ik je niet geweldig. En nu scoor je vandaag, de 1-0. En dan gaan we 1-0 gaan we de rust in. Dan wordt er de tweede helft, krijgen we wat omzetting, Rien gaat eruit. Jij komt weer op die linksback positie. En ik zie de oude Ryan Stam weer terug. Ja, nou ja, dat is... Zo op linksback als deze tweede helft, dat vind ik heerlijk. Lekker op snelheid terugverdedigen en de balletjes die erachter vallen opvangen. Maar ook aanvallend. Je ziet gewoon die lui zijn moe. En dan vaak heb ik nog wel wat te geven, die laatste 20 minuten. Ja, en dan zie je het zoals vanmiddag. Dat is wel, dat vind ik lekker. Ja, nou, ik heb vorige keer ook al gezegd, zeg, op een gegeven moment we wisselen en we worden niet minder. In principe vandaag werden we, naar mijn inziens, nog wat, qua voetbal nog wat beter. Kijk, Rien op een gegeven moment, niks te nadenken van die jongen, heeft goed gevoetbald. Hij had al een hele kaart op zak. Hè? Want in de eerste helft die scheidsrechter die trok. Dan denk je van, ja, eraf halen of eraf gestuurd worden. Die keuze was natuurlijk goed. En dan 2-1 voor. Lullige 2-2. En dan? Ja, en dan
onze pinchhitter Arjan Jansen, die gaat achter die vrije trap staan. En de kleinste man, oh, misschien ben ik maar Mark nog wel kleiner misschien, de kleinste man van het veld, die kopt hem in het kruis. Ja, dat is prachtig. Nou ja, en dan weer kom je terug. 3 wedstrijden, voor de 3e keer op rij kom je terug. En SVM trouwens, dus 4 keer op rij. Ja, ah, dat is mooi. En je staat gewoon nog steeds bovenaan met, misschien met Diese West, maar... Nee, het is ja, top. Echt top. Dat is een goede wedstrijd. Succes. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Edwin, 3e competitie wedstrijd. Lutten thuis. Eerste helft. Ja, het was niet best. Het was niet best van onze kant. Het was niet echt... Goed, we hebben wat moeite natuurlijk met hoe zij gingen staan. Met name met de 3 voorwaartsen die ze voorhielden. Dat was even zoekende. Wij gingen daar niet goed mee om. En we hebben in de rust ook wel aangegeven. Nee, ik denk niet dat wij onze beste eerste helft hebben gespeeld. Nee, en dan komen we toch op een 1-0 door voorsprong. Hè? Ryan maakte 1-0. En naar mijn inziens was dat een moment dat bij Ryan de knop omging. En Ryan werd weer een beetje de speler die... Nou ja, goed. Kijk, we hebben een tijdje gehad dat hij niet scoorde. We hebben ook gezegd van, blijf gewoon je ding doen. Het komt allemaal vanzelf wel weer terug. Vorig jaar goed seizoen gedraaid, nu even wat minder. Klaar, en dat komt vanzelf wel weer. Ja, gaan we 1-0 de rust in. En dan denk ik van, ik zeg het elke keer weer, VK de tweede helft. Ik maak me nergens geen zorgen om, want ik weet wat we kunnen. Conditioneel, dat hebben we vandaag gezien. Maar weer na 3 minuten krijgen we een doelpunt op ons. Ja, dat klopt. Dat heb ik al in de rust nog weer keihard aangegeven. En dat zijn dingen die moeten er gewoon uit. We weten wat we moeten doen als er geen druk op de bal is, op hun achterste linie. Als zij daar balbezit hebben, dan weten we wat we moeten doen. Maar dat verzuimen we dan. Ja, dat moet eruit. Dan pas je 2 wissels toe. Aan de Lasca haal je eruit, Rink Winter. Nou, Rink die had al een gele kaart en die vent die was razendsnel erachterin. Dus die keuze die snap ik voorkomen. Anne vond ik ook geen voetbal redelijk. Maar dan wissel je. En naar mijn inziens werden we op dat moment nog beter. Nou ja, we kregen wat meer balbezit op de plek waar Hanne stond. Hè. Met Mark hebben we wat meer balbezit. We konden balbezit houden, we konden van daaruit verder voetballen. En dan krijg je wat meer de overhand om het voetballende op te gaan pakken. Nou, dat zag je dan terug. Dus vandaar dat de wissels op dat moment, achterin krijg je wat meer snelheid. Dat je dat op die manier werden we beter. En kwamen we wat beter in de wedstrijd. Nou, en dat zag je ook terug. Ja. Maakt Christophe Knobbe de 2-1. Op onze lijn, ik had gevlaagd, maar hij vlaagde niet, gelukkig. En dan komen we weer op 2-1. Nog geen 2 of 3 minuten daarna. En geluk. Maar geluk dwing je ook af. Nou ja, weet je, op de 2-1 krijgt Christophe nog een hele grote mogelijkheid om de 3-1 te maken. In de tegenstoot krijgen wij een onnodige vrije trap tegen. En dan is hetzelfde verhaal. Zij worden weer ingespeeld. We hebben weer lopende mensen. En die laten we weer lopen uit onze rug. Ja, en dan krijg je de hele 2-2. Vind ik persoonlijk, dat zijn dingen die moeten nu wel eens een keer uit. Ja, en dan moesten we nog een kleine 10 minuten voetballen. En denk je van, we doen onszelf tekort. En dan in blessuretijd. Ja, dat klopt. Je krijgt dan een vrije trap. Maar je blijft dus wel de aanval zoeken. Daardoor maken zij overtredingen en krijg je vrije trappen. Nou, we hebben het 2 weken geleden zien met Roy. Die dan ook in de 3 minuten voor tijd dan de 3-2 nog maakt. En nu is het Mark die dan ook op die manier de 3-2 maakt. Dus ja, dan... Kijk, vrije trappen afdwingen rond de 16. Dat is wel iets wat je dan zelf gecreëerd hebt. Door de moed die je hebt, het vertrouwen, het door blijven gaan om toch die 3-2 te willen maken. En dat zie je wel terug. Achterin was het op dat moment, stond het goed. Dus dan kunnen zij, op die manier kunnen we, de gelukkige zeg ik. Ik zeg ook de gelukkige 3-2. Als je over de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik dat een gelijkspel de juiste verhouding was geweest. Jouw mening, mijn niet. Ik vond het verdiend. Maar dat mag. Ja, tuurlijk. We mogen van meningen verschillen en dat is ook goed. Gefeliciteerd. Ja. Op naar volgende week. Oké, is goed. En je zit erin. We zitten 1-1 voor VHK. Een hele aardige stand op het scorebord van 1-2. 71 minuten de voetbal.